eigenlijk elke dag van Wadlingen naar Leeuwarden. En ik merkte aan mezelf dat ik op een gegeven moment Leeuwarden binnenkwam en ik dacht van, hé, ik groet niet meer. Hoe kan dat? En ik heb heel lang in Leeuwarden gewoond hoor. Dus dat was ook een gewoonte. Toen dacht ik, wat raar eigenlijk. Dus toen heb ik mezelf voorgenomen om gewoon iedereen die ik tegenkom te groeten. En dat was zo leuk. En ik kwam met een hele andere energie op mijn werk. En toen dacht ik, goh, nou, dit moeten meer mensen gaan doen. Nou, misschien wel, maar ja, iets wat typisch dorps is, hoeft niet typisch dorps te blijven, denk ik. Het zijn hele kleine geluksmomentjes die je kunt verspreiden met z'n allen. En zeker nu we heel veel binnen zitten. Er zijn misschien zelfs al mensen die de hele dag niemand zien. En als jij dan de eerste bent die ze tegenkomt en dat je dan ook niks zegt, nou, dan, daar word ik dan heel verdrietig van. Alleen al als ik daaraan denk. Dus, nou ja, en toen dacht ik van, dit moeten meer mensen, nou niks moet natuurlijk. Maar het zou mooi zijn als meer mensen dit gaan doen. Ik heb een groep mensen om me heen verzameld die mega groeten. Die gezegd hebben dat wil ik doen en daar wil ik over vertellen. We hebben een website gemaakt. Iedereen die trouwens meehelpt, die doet het vrijwillig. Er is iemand die heeft vormgeving gemaakt. Die ziet er heel gaaf uit. Dat komt op de bussen, achter op de bussen. Het komt in de kranten. Ook als advertenties, maar ook nou ja, doordat jullie mij vragen stellen natuurlijk. Dus het is een soort van... Hoe zeg je dat? Een druppeltje in het water wat heel veel kringen wordt, hoop ik.